Ook 5-1 winst in de competitie, in de vierde klasse D. Je bent er. Ja, gelukkig wel. Dus heerlijk was dat. Dus ik krijg nog een beetje bier over me heen, dus dat is altijd goed. Pas op voor de microfoon. Ik denk dat de eerste helft, die je hebt gezien, was natuurlijk heel zenuwachtig. En daar waren we ook wel een beetje bang voor. Maar in plaats van de hele wedstrijd. En dat is ook logisch. Ik zei al voor die tijd dat ik mijn vrouw vermond zelfs had. Die heeft eigenlijk helemaal geen verstand voor voetbal. Zeg maar, de kampioenswedstrijden zijn meestal de wedstrijden die zijn super slecht. En volgens mij heb je hem ook gezien. Ik denk dat een paar goede momenten is aan. En voor de rest was het zeg maar een paar. Ja, al met al 5-1 weer in de kampioenswedstrijd. Dus volgens mij is dat perfect. Bij de rust was het nog maar 1-0. Ja, nou, volgens mij moesten we in de eerste helft ook al een paar doelpunten maken. En daar hebben we ook nagelaten. Maar voor de rest, dan heb ik gezegd, dat kan een keer gebeuren. Het was ook geen paniek. Volgens mij hebben we ook niks weggegeven. Maar het doelpunt zien wat we tegenkrijgen in de tweede helft. Ja, de bal wordt volgens mij iets van richting veranderd. Vrije bal. Wat volgens mij buitenspel was voor die tijd al. Dus, Dan heb je eigenlijk al op je netvlies. Ik wil volgend jaar derde klasse spelen. Ja, dat was ook de doelstelling. En volgens mij hebben we die ook gehaald. En we hebben toevallig één wedstrijd verloren. Dat maakt de mensen meer probleem van wij hebben gedaan. Maar de doelstelling was kampioen worden. En, maar ik zeg ook al, je moet het wel altijd doen. Hè. Je ziet ook wel op een gegeven moment een mindere fase in de competitie. En kampioen zijn we gewonnen. Dus voor mij is het klaar voor de club ook. En dan volgend jaar kijken we wel verder. Maar we gaan eerst hem lekker genieten. Natuurlijk ben je dan wel iets fanatieker als je een keer verliest. Maar ik zeg altijd als de trainer in paniek raakt, ja, dan raken jongens ook in paniek. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Het heeft de sponsors veel geld gekost dit jaar. Ja, dat klopt ook. We hebben een leuk uitje naar Mallorca. Dus maar dat is niet erg. Laat ze lekker betalen. Maar wij maken het wel op. Heb je voor jezelf al een goed beeld van wat er van deze ploeg overblijft voor volgend jaar? Ja, Stijn Hilbrink die linksback erin kwam, die komt bij ons in de staf. Dus dat staat eentje minder. En dan hebben wij onze keeper wat nog niet helemaal zeker is. En er komen wat jongens bij natuurlijk. Zoals Ferhat Ayan komt erbij. Dat mis ik toch wel een beetje in onze groep. Dat we wat ervaring nodig hebben. En je hoort natuurlijk links en rechts wel namen. Maar ja, ik wacht wel gewoon af wat er na 15 juni om 12 uur bij ons is. En anders hebben we ook nog genoeg in de jeugd. Hoor. Dus we kunnen wel een tijdje door. Ja. Kampioenschap met een enorm aantal doelpunten voor op nummer 2 Averest. Dat moet je goed doen. Ja, tuurlijk. Ja. Toen wij naar de zaterdag heen gingen, wisten we wel dat we een maatje te groot waren voor de eerste klasse. Ja, dat hebben we ook wel laten zien. Dus het is ook niet heel raar dat we zoveel doelpunten hebben gemaakt en ook zoveel punten hebben gepakt. Bijna niemand gaat weg. Iedereen blijft bij ons hangen. Het voordeel daarvan is ook dat je met elkaar kunt bouwen. Dus dit jaar met elkaar kampioen geworden en volgend jaar kun je dan weer verder bouwen. En wij hopen inderdaad dat dat ook weer tot een positief resultaat leidt. Eigen jeugd, ons A-team voetbalt vierde divisie. En moet wel strijden om in promotiedegradatiewedstrijden. Maar we hopen dat daar nog een paar mensen uit in elk geval voor het tweede volgend jaar kunnen voetballen. Voor het eerste moeten we zien of ze het niveau halen. Wij blijven op zoek naar een andere voorzitter, maar er heeft zich op dit moment niemand aangediend. Dus zolang zich niemand aandient, blijven we het doen met de mensen die we nu in het bestuur hebben zitten. Totdat jouw interimperiode gewoon wordt omgezet in een voorzittersperiode? Nou, dat zal niet zo snel gebeuren, denk ik. Ik bedoel, die ambitie heb ik niet. Maar goed, het is nu even roeien met de riemen die we hebben. En als ad interim voorzitter, neem je de rol op je zoals je denkt dat het zoals het hoort. Piet, nogmaals van harte gefeliciteerd met het kampioenschap en heel veel succes voor de toekomst. Dankjewel. Thank you.